Ja jongens, hij is verschenen, Total War Warhammer. En ik was een van de weinige gelukkigen die al tientallen uren met die game aan de slag kon. En dat heb ik maar voor één ding gedaan. Oké, heel stiekem, ik vond het ook heel erg vet, want ik ben best wel een Total War fan. Maar de tweede reden was dat ik jullie voor tips en tricks ga voorzien. In deze video komen 4 tips langs voor beginners die net beginnen met de game Total War Warhammer. Veel plezier! Jongens, we beginnen bij het begin. Met welke klasse is het makkelijkst om de game te beginnen? Nou, daar hebben we eigenlijk 2 antwoorden op. Want ja, wij vragen jou eerst, ben je al een Total War speler? Of ben je een Warhammer fan die nu voor het eerst Total War gaat spelen omdat je Warhammer vet vindt? Voor de groep Total War fans raden wij jullie aan om gewoon lekker met de Empire te beginnen. De mensheid. Waarom? Nou ja, in principe speelt de mensheid het meeste als dat je gewend bent uit vorige Total War games. Vorige Total War games waren natuurlijk realistisch, historisch accuraat, dus je ging aan de slag met mensen en met paarden en af en toe hier en daar wat equipment. Dat is ook het geval met de Empire in Warhammer, met het verschil dat je wat meer kanonnen hebt en af en toe een magische spel, maar in principe blijft de basis hetzelfde. And wielder of Ulfshard stir in their tombs. We could leave this mess for Todlinger to clear up. After all, this is his province. But alas, Franz would not thank me. Ben je echt helemaal nieuw in het Total War universum en ga je de game spelen omdat je gewoon fan bent van Warhammer? Helemaal vet, welkom in Total War. Begin dan met de dwarves. Want de dwarves zijn in principe, als je de game niet kent, de gemakkelijkste klasse om mee te beginnen. Dat komt door een aantal dingen. Ze hebben de makkelijkste units om te besturen, maar ook hun settlements staan op een prettige plek, namelijk in de bergen. En dat maakt je settlement iets makkelijker te verdedigen dan settlements van andere klassen. Tip 2, als je begint met Total War Warhammer, doe rustig aan. Als je in de game begint, en dat is in eigenlijk elke Total War game, lijkt het heel erg verleidelijk om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk steden te veroveren. Alleen, zo werkt het niet in de game. Want legers kosten geld en geld krijg je pas als je je steden een beetje verder ontwikkeld hebt. Beginnende steden leveren niet zoveel op en als je dan in één keer heel veel legers gaat raisen, ja, dan wordt het binnen de kortste keren veel te duur. Doe dus rustig aan. Wij raden je aan om 1 of 2 grote steden te veroveren in het begin met 2 legers, dat eventjes vast te houden en dan langzaam landje pik te doen en steeds groter te worden. Doe het rustig aan. Flame on. Tip 3. Als je eenmaal in de fase hebt dat je iets meer steden hebt, weet dan goed dat provincies altijd meer opleveren. En er zijn verschillende soorten provincies. Er zijn provincies met 4 steden, 3 steden, maar er zijn ook provincies met 2 steden. En die zijn natuurlijk heel erg makkelijk om te veroveren, want als je dan al 2 steden binnen die provincie hebt, ben je al een provincie en dan krijg je allemaal super vette voordelen. Je kan meer belasting heffen, je kunt sneller je steden laten groeien en je kunt betere weerstand bieden tegen chaos en tegen vampires. Kortom, let op je provincies en probeer die zo snel mogelijk bij elkaar te sprokkelen. En de 4e en laatste tip voor beginnende Warhammer Total War spelers is: verover niet iets waar je niks aan hebt. Total War Warhammer is namelijk de eerste Total War game waar je niet alle steden kunt veroveren. Ja, dat is wel een beetje een nadeeltje, want de dwergen en de greenskins kunnen elkaar steden veroveren. En de mensen en de vampires kunnen elkaar steden veroveren. Dus als je met de dwergen speelt en je gaat een menselijke stad veroveren, dan neem je hem helemaal niet over. Het levert je alleen geld op. Nou is dat prima als je eventjes wat te doen wilt hebben, maar het is niet echt een langetermijnstrategie. Dus als je in het begin moet kiezen welke steden je verovert, verover vooral steden waar je wat aan hebt. Tot zover de eerste video met tips voor Total War Warhammers voor de beginnende spelers. Leuk dat je hebt gekeken en als je later deze week terugkomt, dan hebben we ook nog de video voor de gevorderde spelers. En we zien jullie daarom heel graag snel terug hier op gamersnet.nl.